Tijdens het uitvoeren van een reconstructie van de slotenbuurt in Zegveld is er op twee tegenvallers gestuurd. Deze tegenvallers zijn gekomen door onverwachte puinfundering en door vertraging van de nutswerkzaamheden. Wetter de Bolderdijk, de slotenbuurt in Zegveld. Wat is er nou precies aan de hand? Ja, nou wat is er aan de hand? Uh, er is wat uh, materiaal ontdekt, zeg maar, wat er niet had moeten zitten. Kijk, er zijn natuurlijk van tevoren zijn metingen gedaan, boringen gedaan, uh, oude tekeningen bekeken. Waaruit blijkt dat de dikte van, een, van de weg zeg maar uh, nou, 50 centimeter is, bij wijze van spreken. Uh, daarvan zijn we uitgegaan, dat het hele gebied dan zeg maar 50 centimeter zou zijn. Maar bij het begin van het werk is op een gegeven moment gezien dat uh, na die 50 centimeter nog steeds meer is. Dat betekent dat op sommige plekken zit een hele dikke laag... Uh, keihard materiaal die je er niet zomaar uit kan halen. Het is niet een, een kei die je eruit takelt en uh, weg kan werken. Want er zitten ook nog kabels bij. Dus het betekent dat er veel meer werk is en veel meer afval is. Dan... Dus, meer, dus hogere kosten. Veel hogere kosten. Hè? Want je hebt het bewerk voor een bepaald bedrag uh, aangenomen met deze aannames. En nu blijkt dat het veel meer is, dus betekent dat je het afvoer, uh, nou ja, kost per ton natuurlijk ook een uh, x-bedrag, je hebt tijd nodig. Uh, alles bij elkaar is het een flinke uh, post van uh, bijna 1,9 miljoen meer dan uh, geraamd. Dus? Dus dan moet je gaan kijken van hoe ga je dat oplossen? He, want dat is natuurlijk het uh, zijn twee dingen. A, je moet natuurlijk de weg verder aanleggen en de reconstructie moet gewoon doorgaan. Want mensen hebben er al last van, he, dat het langer duurt. Dus dat is al een, eigenlijk het eerste uitgangspunt: is doorgaan. Niet te veel achterstand oplopen. En het tweede is, hoe ga je het betalen? Want dat is natuurlijk het, uh, ja, best wel een belangrijk ding. Nou, daarvan zijn uh, een aantal opties. Uh, je kunt het. Uh, ja zeg maar uitspreiden. Je kunt ook eventueel andere werkzaamheden later doen, maar dat is eigenlijk niet een optie, want dan ga je weer andere mensen mee lasten vallen. Dus het punt is gewoon kijken hoe uh, kunnen we dat financieel oplossen in de tijd. Uh, het is natuurlijk zo, je geeft het bedrag in één keer uit, maar het gaat over een lange langere termijn. Heb je, het, uh, ja, heb je er last van om het zo maar te zeggen. Nou en daar zijn we nu aan het kijken van hoe doen we dat? je, wilt gemak van? Nou ja, van de weg heb je gemak, maar van de, de extra kosten heb je last. En die last wil je zo beperkt mogelijk houden. Zowel voor de inwoners, de totale inwoners, niet alleen voor Zegveld, maar ook voor, voor Woerden. Maar ook, ja, hoe, hoe ga je dat beperken? Nou, daar zijn we nu aan het kijken. Er komt een raadsvoorstel waar wij een aantal opties hebben. Van uh, nou, wij denken dat dit de beste optie is, maar uiteraard gaat de raad er verder over en die zullen een van onze uh, ideeën waarschijnlijk omarmen en dan is, het, uh, ja, dan is het opgelost. Het college kan niet zelf beslissen hierover. Uh, bepaalde dingen binnen dit uh, gebeuren wel, maar je hebt natuurlijk een krediet nodig. Want ja, het geld hebben we niet in de achterzak zitten, dus we hebben krediet nodig. En uh, het is ook wel, denk ik, zeker met zo'n groot bedrag wel wenselijk dat de Raad er wat van vindt. Dat klinkt als dus een heel logisch verhaal. Toch heb ik gemerkt dat, en met name in de politieke avond, dat er heel veel partijen zijn die hier ontzettend veel moeite mee hebben. Ja, nee, de begrijp... maar de, hoe kan dat dan? Nou, dat begrijp ik ook wel, want het is natuurlijk iets als je... Uh, nou, Laten we zeggen, ik, ik uh, wil iets kopen voor 100 euro en het blijkt 200 euro te zijn, dat je daar vragen over hebt. Plus het is natuurlijk... Uh... Ja, de, de logica van uw verhaal was voor mij, laat zeggen, glashelder, om het met interpolenstermen te zeggen. Uh, dat moeten zij toch ook begrijpen? Ik denk dat ze het ook wel begrijpen, maar het is natuurlijk heel lastig als je uh, een werk gaat doen, een wijk die 25 jaar oud is... Dat je dit soort dingen tegenkomt en natuurlijk niet eerder hebt ontdekt. Want we hebben wel gemeten, maar op met bepaalde methodieken die we altijd toepassen. En nu komt er opeens iets naar voren wat je niet hebt geweten en wat nou ook nergens staat. Dus ja, dat roept natuurlijk vragen op. Ja, maar toch wijzen het achteraf allemaal? Tuurlijk, tuurlijk. Is het ook. Maar is het dan maar... alleen maar voor de buren dat die partijen gewoon zoveel krakeel uh, geven? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze het heel, be uh, heel erg uh, bewust van zijn dat het een probleem is, uh, dat het een probleem is voor de inwoners en dat ze goed ingelicht willen worden wat er nou precies is gebeurd en of we er wat van kunnen leren. Kunnen we er wat van leren? Ja, ik denk het wel. Uh, elk elk uh, iets kunnen we wat van leren. En in dit, dit geval is het zo van hoe ver moet je gaan met je onderzoek? He, want ik zeg een jonge wijk, 25 jaar is heel jong. Verwacht je dit niet? Nou, er gebeuren er wel dingen. Dus je gaat kijken van wat zouden we nou bij een volgende reconstructie nog iets anders kunnen doen, zonder al te veel kosten te maken. He, want uiteindelijk het eh, bodemonderzoek heeft heel veel geld gekost en bij heel veel wijken zal dat niet nodig zijn. Maar je kunt bijvoorbeeld wel vragen aan inwoners, oudere inwoners, wat is er nou allemaal in jullie wijk gebeurd? Dat soort kleine dingetjes zou je nog even kunnen vragen. Wat u ook zegt, dat als je, laten we zeggen, extra bodemonderzoek gaat doen, overal met extra kosten, dat lijkt me ook niet handig. Nee, is het zeker niet. Want dan, dan krijg ik het verhaal natuurlijk, waarom ga je dat bodemonderzoek doen terwijl het niet nodig was. He, het, is, het, is, het is altijd uh, ja, twee dingen. Uh, ja, of, je, of je het ooit goed doet, dat weten we niet. Maar uh, extra geld uit gaan geven, omdat je misschien iets tegenkomt, lijkt me ook weer te ver gaan. De wethouder is altijd in de kop van jut, hè? Dat zijn uw woorden. Wethouder Balderdijk, hartelijk dank. Graag gedaan.